Identieke tweeling met identieke stemmen die samen schitterend liedjes schrijven. Ik sta hier naast Tangerine en het gaat erg goed met de broers. Een platendeal op zak, een volle agenda. Afgelopen weekend kwam een nieuwe album uit. Oor schrijft, muziek aan het oor, als samen zingen smelt het ijs. Sander en Arnoud, welkom. Ja, zo is het, hè? Ja, het is toch een leuk jaar geweest. Dat kan je zeggen. Ja, jullie waren hier al. Ja. Dat is al een jaartje geleden geweest. Hoeveel tweelingen kennen wij in de popmuziek? Ontzettend flauwe vraag. We hadden een beetje lol mee tijdens de repetitie. Ja. Kennen jullie er een paar of niet? Nee, ik denk, jij weet het beter dan ons, denk ik. Ja, dat zou kunnen. Weet jij tweeling in de popmuziek? Nee. Jan en Kjell? Jan en Kjell van Banjo Boy. Zegt ons helemaal niks. Zegt ons helemaal niks. Sing I Lead. Ellen? En, nou ja, we hebben de vier Everly Brothers. Was geen tweeling. Was geen tweeling. Nee, volgens mij ook niet. Ach, was nog geen tweeling? Beetje fantasie. We gaan even kijken. En die twee pianisten? Oh nee. Dat we het ooit nog over Double Date zouden hebben, zeggen in ons programma. Niet te geloven, leven ze nog. Jongens, wat gaan jullie zingen? Een liedje dat het ijs doet smelten. Reasons. Gaan we doen. Oké, zet hem op. Reasons! Dankjewel. De plaat van Tangerine ligt in de winkel. Op 7 juli staan de broers op het festival De Wereld Draait Buiten. Daar weten we alles van. Hier op het Westerpark in Amsterdam. 7 juli dus.